Yo gasten, FIFA Bouncy, welkom bij een keer een speciale video. Ik probeer vanaf nu iets meer diversiteit in mijn video's te brengen. Want de laatste tijd doe ik best wel vaak pack opening, gewoon futdraft battles van dat soort video's. Maar vandaag doe ik een keer iets heel anders. Ik doe namelijk een try not to laugh challenge. Alleen dan het Nederlands elftal editie. Met zeg maar rode pepers erbij. Dus elke keer als ik lach moet ik een rode peper eten. Ja, dat weet ik nu al dat dat pijn gaat doen. Want ik heb het wel eens eerder gedaan en dat is zeker geen aanrader. Misschien wel even leuk om een flashback te laten zien. Gewoon in één keer een grote hap. Oh. Oh. Dat filmpje is trouwens ondertussen al meer dan 2 jaar oud. Moet je nagaan. Maar die peper was nog wel heter als deze. Maar deze zijn ook sowieso heet. Dus dat is wel balen. Maar ik heb dus allemaal video's uitgekozen van het Nederlands elftal. Video's waar je om moet lachen. Die gewoon grappig zijn. Maar ook video's aan het eind die heel mooi zijn om te kijken. Gewoon de hoogtepunten van het Nederlands elftal. Dat komt allemaal voorbij in deze video. Maar laten we maar beginnen met de eerste video. Let's go. Dit is ondertussen ook wel een tijdje geleden. Dit is Van der Vaart. Die bij Sneijder volgens mij zijn broek naar beneden trekt. Nou, dat kan ik nog wel handelen. Wie was dit? Holy shit, dit was trouwens echt niet om te lachen. Dit was Damien de Zeeuw. Ja, ik weet niet, echt lachen, een klein gniffeltje, oké. Maar als ik echt lach, moet ik het afnemen, want anders blijf ik mijn hap eten. Maar dit is trouwens helemaal niet om te lachen, jongen. Wat een zieke trap krijgt hij daar op zijn gezicht. Dat weet ik nog wel. Oh ja, dit is Robin. Hop. Oh, man. Dat doet die Robin zo vaak. Oké, ik doe het even op pauze. Oh nee, dit was wel lang. Oh shit man. Dat is ook typisch Robin. Ja, Robin is natuurlijk echt een held. Maar hij doet altijd op zijn knieën, maar ook vet vaak lukt het niet. En daar lukt het al absoluut niet. Daar ging ik gewoon bijna bam voor op zijn bank. Nou, ik lachte niet volop of zo, maar ik vind het toch erg genoeg om een hapje te nemen. Een eerste hapje van de peper. Dan doe ik hem open. En dan is hij nu open en dan gaan we een eerste hapje nemen. Oh, ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Ik begin het nu al serieus warm te krijgen. Oh, zonder dat ik een hap heb genomen. Ik doe even mijn vest uit. Dit is gewoon het idee dat je pepers moet eten. Maakt me al zeg maar een beetje benauwd. Ah, shit man. Oké, dan gaan we. Ik doe het best wel een groot hap. Tot hier ongeveer. Ja, dat vind ik tamelijk groot. Nou, het enige voordeel is dat hier onderin nog niet heel veel pitjes zitten. Maar dan alsnog is het echt behoorlijk scherp. Ja. Oké. Weet je, op het moment dat je verder komt, dan komen er meer pitjes en dan wordt het nog wel erger. Maar nu gaat het nog mee door. We gaan verder kijken. Nou, wat is dit? Oh, dit is... Ik heb geen idee wie dat was, maar die miste echt volledig de bal. Maar weet je, daar kan er best over komen. Ik met amateurvoetbal heb dat ook wel eens. Dit is Boeleroes. Dirk, kan ik die even cameraman overnemen? Dat kan ik wel handelen, weet je. Zo extreem funny of grappig of veel is het niet. Oh, dat was Nigel de Jong. Oh, dat weet ik nog zo goed. Dat was echt niet normaal. Dat was in de finale tegen Spanje. En wat een trap was dat. Niet normaal, dat zal me altijd bijblijven. Echt iedereen sprak er echt schande over. Van de Vaart. Oh, dit is trouwens niet deze Nederlands elftal. Maar hij ging daar volop op zijn plaat. Oh, dit is weer aan je, Robben. Oh, weer met z'n celebrations, hè? Weer met z'n celebrations. Ah ja, het was een klein gniffeltje. Nou oké, ik doe dan een klein gniffeltje, dan doe ik een klein hapje. Misschien dat hier al iets meer pitjes bij zitten, dus het kan al wat scherper worden. Maar dit gaat er nog mee door. Ah trouwens, ik voel het nu al wel een stuk meer. Maar ik denk dat het zo meteen echt erg gaat worden. Ik kan even laten zien. Als de camera er even op scherp stelt, jullie zien hier de pitjes. De pitjes zitten nu echt helemaal hier. Ik heb tot nu toe nog niet echt heel veel pitjes gehad. Dus ik denk dat het hierna echt scherp gaat worden. Oké, maar ik voel het nu ook al redelijk. We gaan laten doorgaan naar de volgende video. Oh, dit was zo'n zieke video toen de tijd. Dit was volgens mij uit Oekraïne, zo'n slaggeefster. En die ging bij het Nederlands elftal staan. Dat was zo grappig om te zien. Want die lui van Nederland helemaal dronken, helemaal bezopen, helemaal gek. Echt non-stop krijgen ze zeg maar gewoon Nederlandse fans achter zich. En het blijft maar doorgaan, dat is het mooie. Het filmpje duurt 3-4 minuten en het gaat maar door. Hier kan je toch niet om lachen, dit is toch niet normaal. Echt, gaan we door. Oké, ik moet sowieso een hapje nemen. Dat
Spotify is er helemaal klaar mee. En al die Nederlandse fans blijven maar doorgaan. Het gaat ook maar door die lui. Oh, wat een helden. Ik vind het zo'n gigantisch mooi filmpje. Echt niet normaal. En zo meteen komt er volgens mij ook nog zo'n kerel in de rolstoel die er voor de reet slaat. En dan vindt het helemaal best geweest. Volgens mij gewoon, ja, ik zei het. Hij komt er nu aan. Kijk, let op. Oh nee, hij doet het rokje omhoog. Ook mooi. Kijk, ze is er echt helemaal klaar mee. Zo gigantisch mooi, hoor. En dan komt er nog een hele... Oké, ik heb ondertussen al veel te vaak gelachen. Ik vind dat ik nu echt een hele grote hap moet nemen. Oh, maar ik vind dit filmpje zo gigantisch mooi. Echt niet normaal. Oké, maar laten we nu echt een hele grote hap nemen. Want ik heb echt veel te veel gelachen. Echt heel veel. Oké. Oh, ja, dit is hem echt. Ik heb tot nu toe alleen nog maar een beetje van deze kant. En daar zitten toch een stuk minder pitten. Maar jullie zagen net, ik niet net zien, hier zitten echt de pitjes. En ik deed nu echt een ziek grote hap. Oh, dit is echt niet goed. Oh, maar ondertussen gaan we wel even verder het filmpje kijken. Want hij gaat nog verder door, weet je. Het blijft maar doorgaan. En gewoon zo'n kikje die er ook even voor gaat lopen. Oh. Oké, ik ga nu echt beter inhouden. Want ik heb nog maar hier een klein stukje van. Maar dit is zeg maar de bovenkant. En dat is het pittige. Zeg maar hoe verder je hier naartoe komt. Hoe pittig het wordt. Maar weer allemaal Nederland. Het is echt niet normaal mooi. En daar is de volgende alweer. Gewoon met een oranje pak aan. En dan komen ze allemaal. En volgens mij gaan ze er zelf nog optillen. Ik weet het eigenlijk niet eens. Nee, dat wil ze niet. Maar... En volgens mij stopt ze er nu ook bij al. Gigantisch mooi filmpje. Maar door naar de volgende. Ik vind het nu wel genoeg geweest om niet proberen te lachen. Ik heb al een groot stuk gehad en het brandt echt ontiegelijk erg. Dus nu gaan we gewoon even kijken naar de mooie momenten van het Nederlands elftal. Want die heeft het Nederlands elftal natuurlijk ook zat gehad. Want je kan de laatste tijd natuurlijk wel lachen om het Nederlands elftal. Maar dit zijn toch de momenten die je echt bijblijven. Die geweldige goal van Persie. Of dit soort ballen, weet je. Dit zijn gewoon de WK's. Die heeft Nederland zo goed gedaan de afgelopen twee keer. Helaas doen ze dit keer niet al mee. Maar ja, tweede en derde. Dat is gewoon een gigantische prestatie. En deze wedstrijd. Holy shit. Robben. Volgens mij was dit de 4-1 of zo tegen Spanje. Uiteindelijk hebben we echt volgens mij 5-1 gewonnen. En dit was trouwens ook in de kwartfinale of zo. Penalty scoorden we. Stond ik ook op zo'n plein. Echt helemaal gek. Dit waren echt de mooie tijden, weet je. Dit soort tijden zal je echt niet vergeten. En dit is eigenlijk heel zeldzaam. Want het Nederlands elftal dat het gewoon twee WK's zo goed achter elkaar doet. Dat is volgens mij nog nooit gebeurd. Dus eigenlijk mogen we heel erg van geluk spreken dat we dit überhaupt hebben mogen meemaken. En weer Nigel de Jong met zijn geweldige trap, mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar met zijn enorme harde tackle. Holy shit, dat was wel echt een sick goal. En dit was trouwens gewoon op de training. Als het in de wedstrijd zou zijn geweest, was het echt sick. En dit is trouwens wel echt een sick goal in de wedstrijd. Dit was van het WK van 2010 van Bronckhorst. Dat was zijn laatste WK. En dan zo afsluiten met zo'n geweldige goal. Oh, dit was ook zo mooi. Weet je, nu heb je het ene mooie moment naar de andere. Toen Tim Krul erin kwam voor penalties. En toen die ze ook nog allemaal hield ook nog. Dat was zo baas. Echt niet normaal. Toen gingen we door. Oh, echt niet normaal. Dat was echt de meest legends wissel ooit. En toen hadden we gewonnen. Ja, dit was echt gewoon perfect. En Krul die ze allemaal eruit hield. Kijk, al die mooie herinneringen. Dat is toch eigenlijk veel mooier dan het Nederlands elftal uitlachen. Omdat ze allemaal fout en slecht doen. Maar dit zijn echt mooie momenten. En ja, inderdaad, we waren toen door. Maar dan is er natuurlijk één iets wat heel recent is. En dat is natuurlijk Arjen Robben. Die het Nederlands elftal heeft verlaten. Helaas, het is echt een legend geweest. En ik vind het ook erg jammer dat hij weggaat. Maar ik snap het ook. Hij is al 33 jaar. Hij wil zich natuurlijk gewoon focussen op Bayern München. Maar wat een held was hij. Zonder Robben hadden we denk ik in die beide WK's waren we nooit zo ver gekomen. Want... Ook al is hij redelijk vaak geblesseerd, als hij speelt is hij zo bizar goed. Ik vind hem echt een legend. En helaas moeten we hem dus nu missen in het Nederlands elftal. Ik hoop echt dat er binnenkort een nieuwe Robben komt. Gewoon iemand die bijna net zo goed is. Of in ieder geval iemand die het Nederlands elftal weer naar de top kan brengen. Maar ja, dat hoopt natuurlijk iedereen. Robben, hier ligt ruimte. Hier ligt de kans op 1-0. Robben!
Maar dan was dit het voor deze Try Not To Laugh Challenge. Ik heb trouwens net een keer even in mijn oog gezeten of zo met mijn vinger. Daar zit dan vacht in of zo. In ieder geval, mijn oog brandt gigantisch erg aan. Dit is echt kut. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Zo ja, vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten. En mocht je nog een leuke challenge of een leuk video idee hebben, laat het dan ook maar weten in de reacties. Misschien voor een volgende keer. Maar natuurlijk, tot slot. Ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouse Army. Yeah!